Yo Nintendo fans! In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat Bowser echt super irritant is. Kijk, hij zit mij de hele tijd vervelend te doen, jongen. Ik wil gewoon rustig naar dat ene platform, daar helemaal bovenin. Maar Bowser die zit gewoon de hele tijd in de weg. Ga weg! Met je vuurstraal! Je bent geen Charizard, jongen! Laat me met rust! Je bent gewoon een browser. Google Chrome of zo, of Firefox. Je bent geen Charizard. Oké, het eiland komt er al een beetje aan. Waar ben je nou weer naartoe gesprongen? Daar, hè? Oké, is het klaar nou met je? Ga je nou een keer stoppen? Nee? Ga je nog steeds niet stoppen? Ik wil dat je stopt. Ik ben er klaar mee. Oh, het eiland is nog super ver weg, joh. Hij is helemaal daar. Ik weet ook echt niet of we hem via hier moeten pakken, hoor, die ster. Hij vliegt alweer langs. Hij is er al. Hij gaat super snel. Ja, hij stopt hier wel. Ik moet hem wel echt vanaf hier pakken. Ah, ik ben alweer te laat, denk ik nu. Ik ben al zeker weer te laat. Nou, dikke doei, jongen. Zoek het maar uit. Ik ga die wel een andere keer pakken. Plessie, waar ben je? Daar is Plessie. Plessie, kom hier. Wij gaan nu de race tegen dit konijn doen, zodat we zijn ster gaan krijgen. Go, 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 go. Binnenbochtjes. Binnenbochtjes, Plessie. Binnenbochtjes. Het lukt niet. Laat me je pakken. Konijn, kom hier. Kom hier. Ik ga over het land. Oh, ik dacht dat dit zwarte meuk was. Oké, kom op, kom op, kom op. Naar het eiland nu. Oeh, bijna. Go, go, go. Pak hem. Lekker. En nu wegwees, Bowser. Nu ben ik helemaal klaar met je. Nog niet. Nog niet. Blijf je... Wat? Jongen, ik heb toch een ster gepakt. Moet ik nu nog een ster per se pakken? Terwijl jij dit allemaal aan het doen bent of zo. Dat is wat er gaande is, hè? Nou, weet je wat? Dan pak ik het toch gewoon nog één. Plessie, waar ben je? Nee, je bent weggegaan. Oké, dan wil ik nu Kat Mario zijn. Let's go, let's go. En jump en go en ja, klim en dan... Ja, ja. Nou, ik loop gewoon door je Charizard wannabe 1, hoor. Door je vuurstraal. Ik was onderweg naar deze kattenzon. En ik laat me die niet afpakken door jouw vriend. Dan loop ik gewoon door je Charizard heen, hè? Dat boeit me helemaal niet. Oké, let's go. Anders sloop je even deze muur. Kom maar. Sloop even deze muur. Dan kan ik voortaan hier gewoon lekker doorheen. Dankjewel. Top. Go, Plessie. We gaan daar naartoe. Ik wil hier naar boven. Ik ga de kont van Bowser schoppen. Als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dat zou ik super tof vinden, jongens. Wij gaan nu deze gigabel pakken. Ik ben nou zo klaar met Bowser. There we go. Want blijkbaar boeide het hem gewoon niet meer als ik een kattenzon pakte. Daar was hij niet meer van onder de indruk. Dus dan gaan we het maar gewoon zo doen. Dan pakken we gewoon kattenzon terwijl hij aan het rage is. Oké, ik kan niet in zijn meuk. Kijk, nice. Nu gaat hij... Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Oeh, bijna, bijna. Kom maar nog een keer. Kom maar nog een keer. Ah, nee. Oké, dit gaat fout. Dit gaat fout. Ik moet een nieuwe kattenzon hebben. Lekker. Oké, wat is dit nou weer, joh? Oh, 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 rustig, man. Wat ben je aan het doen, Bowser? Hij wordt helemaal lijp. Gozer. Wat ben je aan het doen? Oké, ik kan wel op zijn hoofd jumpen nu, denk ik. Nice. Maar ik moet nu weer snel naar de kattenzon rennen. Ja, of naar een kattenbel bedoel ik natuurlijk. Dit is geen kattenzon, dit is een kattenbel, Rick. Wat ben je aan het doen? Je gaat nu van deze super vuurballen gooien. En je gaat ook nog een beetje schieten. En deze wil je laten ontploffen bij mij? Misschien kan ik die ballen ook wel terugslaan naar hem. Ja, deze niet. Oh, die niet. Maar misschien deze. Oh, lekker! Nu is het klaar, Bowser. Hier, pound op je buik. Op je bolle Bowser-buik. Dikke doei. Voor de zoveelste keer. En nu moet je even iets langer wegblijven. Want het is veel te lang donker. Ik hou niet van donker. Oké, Bowser Jr. Ben je teleurgesteld nu? Ja, oh nee, jij mist zijn vader nu natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel. Ah joh, je papa komt wel weer terug, jongen. Wow! Wat? Daar is die zonder zwarte meuk. Wat? Wat gebeurt hier? Hij roept de kracht van de kattenbellen op of zo? Wat gebeurt hier? Wat doet die? Beschermt hij de kattenbellen of gaat hij daar iets mee doen? Gaat hij dit zelf als power-up gebruiken? Oh, wow, 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 wow. Wow, kijk hoe klein ik ben. Oh, wacht. Ik moet dit samen doen met Plessie, denk ik. Plessie staat hier klaar. Let's go. Let's go. En dan? Hier is er één. Ik heb er eentje gepakt. Oh, wacht even. Oh, wacht even. Ja, dat gaat toch niet, jongen. Hoe dan? Wat moet ik hier nou tegen doen?
Ja, dit gaat prima. Ja, top. Deze kan ik wel ontwijken. Deze straal ook voorlopig. Oh, ik mis hem. Ik mis hem. Oh, wacht. We kunnen natuurlijk onder water, hè, als hij dat doet. Ja, kijk. Nice. Als hij die vuurstraal doet, dan moeten we gewoon onder water gaan. Dit kunnen we ontwijken. Maar wat doet hij met die bellen? Ja, ja, nu. Lekker. Heerlijk. En dan? Nu moeten we hier naar boven. Oh, dit is super spannend, jongen. Ik ben weer Kat Mario. Nice. Jump. Ah, onder water. Lekker. Ah, dit is echt een super vette race. Auw, auw, auw. Oké, dat deed pijn. Die gooide die net voor mijn neus neer. Verkeerde knop. Verkeerde knop. Verkeerde knop. Kattenbel. Dankjewel. Waar is Plessie? Plessie! Waar ben je? Daar is Plessie. Plessie, sorry. Ik zal je nooit meer verlaten. Ik moet alleen de I-knop indrukken en de A-knop. En niet de shoulder buttons. Let's go. Let's do this again. Go, 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 go. Ja, deze is van mij. Deze is van mij. Hoppakee. Kattenbellen tegen je bakkes. Lekker bezig, Plessie. Lekker bezig, Plessie. Go, go, go. Oké, nu hebben we hem door, jongens. Onder water. Onder water. En gaan. Deze even ontwijken. Oh, dit is echt wel lastig, jongens. Om die dingen te ontwijken. Ze worden steeds sneller. Ja, ik denk dat we nog één keer moeten doen, jongens. Ik denk dat dit misschien wel de laatste klap wordt die we moeten gaan uitdelen. En ik weet niet wat Bowser dan nog meer in petto heeft. Ah, nee, hij springt weer weg. Oh my gosh. Dit is zo lastig. Oh, die kunnen we ook gewoon onder water ontwijken, joh. Komt er eentje achter? Ja, 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 pak hem. Boom. Het is nog steeds niet klaar. Het is gewoon nog steeds niet klaar. Bowser heeft sick livestock, jongens. Wow! Super sick! Super sick! Pak hem! Oh! Oké dan. Oh, dit was super sick op het laatst, jongen. Ik weet niet hoe ik daar doorheen kwam, maar we kwamen er doorheen. Kijk, we gaan! Oh. Oh, worden we nu met Plessie super huge? Ja, hoor. Ja! En dan? Oké, dit overleeft zelfs Bowser niet. Mega Plessie op je hoofd, jongen. Hey, later! Ah, hij is nu verdwenen. En we hebben vuurwerk. En het wordt weer licht, denk ik, hier in de wereld. Oh, dit was echt intens. En daar schijnt de echte kattenzon. Oh nee. Oh nee, kom je weer terug? Kom je weer terug? Oh. Ja, doe je kop maar in het zand, Bowser. Alsof er niks gebeurd is. Hallo? Yay! Bowser Jr. is weer happy. Oh, Bowser? Wat gaat Bowser doen? Die negeert Bowser Jr. gewoon? Oh, kijk, 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 kijk. Hij is boos op de kat. Kijk, Bowser Jr. geeft tenminste die erkenning, hè? Zo van, hé, we hebben je geholpen, man. Doe eens rustig. Doe eens rustig, joh! Ben je klaar? Is het mooi geweest nu? Ja? Oh, Bowser Jr. moest ook toch nog even stoer doen tegen ons, hè? Hallo, katjes. Hallo. Hoi. Oh, die katjes vinden ons wel echt lief. En dit was hem, denk ik. Oh! Ik ben verliefd op Plessie. Plessie is zo cool. Ja! Dit was hem al. Als je de 50 kattenzonnen hebt verzameld, dan heb je hem uitgespeeld. Maar we hebben hem natuurlijk nog niet gecomplete, hè. Maar we kunnen hier natuurlijk een 100% guide van maken. En dat betekent dat we volgens mij nog 50 kattenzonnen moeten vinden. Want in totaal zitten er volgens mij 100 in deze game. Ja, kijk, dit eindscherm, dit zegt het ook. Bedankt voor het spelen. 50 van de 100 hebben we gehaald. En we kunnen dus gewoon nog verder gaan zoeken hier in deze wereld. Ja, Bowser is toch ook weer terug zo te zien. En dan moeten we dus in totaal 100 van die kattenzonnetjes gaan vinden. En dan zijn we dus nu op de helft. Oh, en nu staat ook op de map waar we die kattenzonde dus kunnen vinden. Dus dat is ook super handig. En Bowser Jr. zegt, omdat je mij zo goed helpt en mijn vader hebt geholpen, zal ik iets voor jou doen. Als je naar een bepaald eiland wil. Oh,
Dan kunnen we daar naartoe warpen. Super nice. Dus laat het even weten. Als je wil dat dit een 100% run wordt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!